Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een empties video. Ik heb een heleboel producten, make-up en skincare, die ik helemaal heb opgemaakt. Dat ik iets opmaak houdt niet automatisch in dat ik het goed vind. Af en toe vind ik het niet eens goed, maar heb ik het helemaal op moeten maken om daarachter te komen. Vandaag ga ik jullie gewoon letterlijk alles laten zien wat ik heb opgemaakt de afgelopen tijd. Het is er weer een hoop, want ik heb het al eventjes opgespaard. Het is skincare, make-up, parfum, echt gewoon van alles. En een heleboel producten zijn ook echt goed. Alles wat ik vandaag bespreek zet ik ook beneden in de beschrijving, mocht je iets willen halen ook. En ja, ik ben echt gewoon heel enthousiast om het aan jullie te laten zien, want over een heleboel producten ben ik echt best wel enthousiast. En ook een heleboel biologische producten, dus dat is nog extra leuk. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn video elke week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Ik zal eerst vertellen wat ik op mijn lipjes heb. Morphe Sweetie Lip Potlood, like always. En deze MAC Lipstick Matte Liquid Lipstick Locked Kiss Ink Lipstick. In de kleur 6-1 Mischief of zoiets. Dit zijn echt de beste matte liquid lipsticks ever van MAC. I love them. En deze kleur, super mooie nude kleur. Ik ben vandaag helemaal in een blauwe vibe. I love it. Laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Ik heb verder geen intro meer nodig. En ik ga gelijk beginnen met een biologische deo. Als er iets moeilijk te vinden is, is het een goede biologische deo. Oh my goodness. Het lukt mij gewoon bijna niet. Ik vind het heel belangrijk om die bio te hebben. Omdat je echt sprayt letterlijk naast je pores. En normale deo's bevatten heel veel chemische ingrediënten, waardoor de kans op kanker gewoon echt een stuk vergroot wordt. Aangezien ik al ziek ben geweest, heb ik daar geen zin meer in. Dus ik ben echt op zoek naar een goede bio. Maar het wil niet echt lukken. Dus weten jullie een goede bio deo die ook echt goed werkt en langer werkt? Let me know. Deze, ja, ik heb hem opgemaakt. Hij was oké, maar je moet hem echt best wel vaak bijsprayen. En ik vind de geur ook niet zo. Dus ja, ik ben niet zo'n fan van deze. Een hele goede bio website is bewustpuur.nl. Dat is de website waar ik al mijn bio spray. Pilletjes haal. Dan ga ik verder met nog een bioproduct van Madara, de Purifying Foam, om je make-up eraf te halen. Deze is ook helemaal leeg. Deze is echt amazing. Hij kost wel wat, maar ik vind dit echt een geweldig biologische brand. Voor elke huidsoort, echt, I love it. Hij is ook echt helemaal op. Hij is letterlijk gewoon even goed als elke andere Purifying Foam die ik ooit heb gebruikt. Dus ik vind hem heel fijn en hij gaat echt wel eventjes mee. Want hij is 150 milliliter. Dus ja, I love it. Iets wat ik al heel vaak heb opgemaakt zijn mijn Y-Food Shakes. Zoals jullie weten, ik heb het al verteld, is mijn allernieuwste smaak Creamy Cookie. En I love it voor de mensen die niet weten wat het is. Y-Food is een maaltijdshake voor ontbijt, lunch, avondeten, wat jij wilt. Ik heb hem vaak als lunch en af en toe als ontbijt. Hele shake bevat 500 calorieën en is ideaal als je haast hebt. Je hebt geen tijd, geen zin of whatever. Er zitten 26 vitamines, mineralen in, hoge proteïne, lactosevrij, glutenvrij. En geen toegevoegde suikers. Ik vind het echt fantastisch. Want wanneer ik dit drink, zit ik echt zeker 4 tot 5 uur vol. En vooral met ontbijt. Ik krijg in de ochtend gewoon echt helemaal niks door mijn strot heen. Dus zoiets drinken is ideaal. Het is makkelijk. Het is snel. Gewoon heel handig voor to go. Ik raad je niet aan om alleen nog maar dit te gaan drinken. Je moet ook wel gewoon normaal eten. Maar het is gewoon ideaal to go. Of als je haast hebt, et cetera. Dus een super, super fijne shake. In heel veel smaken. I love it. En ik heb een kortingscode voor jullie. Staat hier en beneden in de beschrijving. En dan hoef je wat minder te betalen, gewoon online te bestellen op hun website. Dit zijn echt de beste shakes. Ik ben echt al maandenlang een fan. Dan ga ik verder met nog meer bio skincare. Deze body lotion van Weleda. Dit is in de Geurose. Dit is mijn vaste body lotion. Deze is amazing. Is gewoon even goed als alle normale. Ik noem even de niet bio producten, de normale producten. Deze is fantastisch. Ik haal hem gewoon iedere keer weer. Hij is helemaal leeg. Jongens, ik heb hem echt helemaal leeg gemaakt. Gewoon tot aan de laatste druppel. Deze houdt je huid echt letterlijk 24 uur helemaal gehydrateerd. Hij smeert lekker uit. Hij werkt ook goed in. Hij laat niet zo'n vieze laag achter op je huid. Zeg maar wat heel veel anderen wel doen. Dus ik vind deze echt amazing. En jongens, wat je op je huid smeert is gewoon belangrijk. Want het trekt letterlijk dus in je huid. Dus ik gebruik altijd iets wat een bio is daarvoor. En ik gebruik eigenlijk niks anders meer dan deze. En je hebt hem ook in verschillende geuren. Maar ik hou van de geur Rose. Is een echte meisjesgeur. I love it. Laat me dan even verder gaan met make-up. Elf Halo Glow Poeder. Jullie weten mijn fave glowy poeder. Ik heb letterlijk tot aan de dag van vandaag, ook in de dure categorie, nog geen enkele goede glowy poeder gevonden. Ze zijn altijd vaak veel te glowy. Dat ik denk echt van, hoe moet ik hiermee baken? Dat echt het hier helemaal glimt, alsof ik een grote glimmende bal ben. Dit is echt de enige die glowy is, maar niet too much is. Die gewoon een hele mooie gezonde glow achterlaat op je gezicht, zonder helemaal gehighlight uit te zien. En hij is super goedkoop, jongens. Je hebt hem ook in de matte versie. Die is ook heel goed. Die heb ik ook volgens mij.
Audi heb ik ook al opgemaakt. De matte is ook super mat, super goed. Maar deze, en vooral voor die prijs, it beats everything. Echt, I love it. Nog iets van de biologische lijn Averill. Dit was mijn body wash. Ik moet zeggen, volgens mij is het niet... Oh jawel, hij is wel bio. Ik ga stuk. Deze is super duper fijn. Gewoon voor in de douche om je lichaam mee te wassen. Deze vind ik heel fijn, want hij is ook niet duur. Bio is vaak heel duur. Averill is een van de meer betaalbare bio producten. Vaak zijn die ook niet zo heel goed, maar deze dus gewoon echt wel. Dus dit is nou echt gewoon mijn vaste douche wash, of hoe je het ook noemt. Douche gel. Deze is echt amazing. En hij gaat lang mee, want hij is echt heel groot. Kijk even hoe ik hem helemaal heb ingedrukt. Ik ga stuk. En ik heb hier nog een bio roller, ook van Weleda. Dus van dit merk. Deze was mij ook aangeraden door mijn zus. Deze is ook echt helemaal leeg. Dit is gewoon zo'n roller. Hij is oké, maar ook weer niet zo, jongens. Ook deze moet je heel de tijd bijrollen, zeg maar. Je gaat gewoon echt weer na een aantal uur stinken. Maar als je hem bijrolt, is het wel weer echt gewoon gelijk bijrolt. Is de geur wel weer echt gewoon gelijk weg. Dus dat wel. Ik weet ook helemaal niet of het er überhaupt is. Maar ik ben gewoon op zoek naar iets wat mij gewoon de hele dag schoon houdt. Gewoon de hele dag geurloos houdt, zeg maar. Maar ik denk dat het gewoon niet bestaat. Want ik denk dat je voor dat echt de chemische ingrediënten moet hebben. Dus ja, maar goed. Als iemand iets goeds weet, let me know. Parfum. Mijn bio parfum. Deze kost wat, maar is echt amazing. Oh, hij ruikt heerlijk. Ik moet wel zeggen, hij blijft niet de hele dag goed zitten zoals de meer normale parfums. Dat niet, maar ik heb hem dus helemaal opgemaakt zoals je ziet. Deze is gewoon te halen bij Too Glass. Ik vind de geur echt heerlijk. Jasmijn en Wai Leng of zoiets. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Echt een heerlijke geur. Enige nadeel vind ik gewoon dat ja, het niet echt de hele dag goed blijft zitten zoals menig andere normale parfums. Een lippotloodje die ik helemaal heb opgemaakt zoals je kunt zien. Ja, hij is niet helemaal op, maar ja, dit valt nog amper te gebruiken. Is mijn Nabla Close-Up lippotloodje in de kleur #5, #3. #3 en #5 zijn echt mijn fave nude kleurtjes. Kijk even hoe perfect nude het is. Het is letterlijk nou ook gewoon wat ik nou op heb. Deze is echt amazing. Werkt goed. Lekker creamy gepigmenteerd. Ik ga ervan uit dat hij nog te halen is. Dus als je mijn huidskleur hebt, is #3 en #5 goed. Maar ze hebben nog meer kleuren afhangend van jouw huidskleur. Dus dit is echt een van de betere lippotloodjes. En ook niet al te duur. Dan ga ik verder met mijn fave oog make-up remover. Ook bio. Volgens mij heb ik hierover al een keer verteld. Maar ik weet het niet 100%. Dus vandaar dat ik het gewoon vandaag weer vertel. Bio waterproof oog make-up remover. Amazing. Ik gebruik niks anders. Echt al letterlijk maanden. Ik wissel ook niet meer af of zo. Deze is echt gewoon fantastisch. En ik moet altijd een oog make-up remover hebben. Want ik heb altijd best wel wat waterproof make-up op mijn ogen. Dus deze is echt gewoon fantastisch. Deze gaat er echt zo snel doorheen bij mij. Ik gebruik hem elke dag. En best wel veel. Dus ja, ik heb hier al weet ik veel hoeveel van opnieuw gehaald. Dus deze is echt fantastisch. Nou, ik had het er net over. De matte versie. Ik besefte mij niet eens dat ik hem hier had. Nou, ik heb het al net verteld. Deze matte is ook echt geweldig. Heb ik dus ook helemaal opgemaakt. Super goedkoop. I love it. Als je gewoon op zoek bent naar goede betaalbare poeders, raad ik deze allebei echt aan. Dan ga ik verder met een concealer. Deze concealer van Clinique. Amazing voor elke huid. De rijpe huid, jonge huid, vettige huid, droge huid. Het maakt niet uit. Ik ben ervan overtuigd 100% dat iedereen deze geweldig zou gaan vinden. Ik heb hem in de kleur WN38 Stone. En het is de Clinique Even Better Concealer. En ik heb ook de foundation. Deze is ook echt super goed. Deze is nog niet op. Deze heb ik al helemaal opgemaakt. Je hebt ook hier een spons die ik niet gebruik. Want ik vind dat echt onzin. Maar dit is echt zo'n goede normale naturel concealer. Hij dekt gewoon genoeg. Het is gewoon allemaal medium. Medium dekking, naturel finish. Gewoon ideaal voor echt letterlijk elke look. En de kleur is ook echt fantastisch. Dit is wel een kleur die je niet heel goed heel vaak kunt vinden. Het is echt een perfecte kleur voor mijn huidskleur. Dus ja, qua kleur is het ook best wel een unieke kleur. Dus I love it. Dan natuurlijk Bondi Sands. Jongens, jullie weten, ik bruin met niks anders dan Bondi Sands. Ik heb nou ook een bio bruiner besteld. Die heb ik dus besteld. Is nog onderweg. Ik heb hem nog niet gebruikt, obvious. Dus ik hou jullie ook op de hoogte van of die goed gaat zijn. Maar tot nu toe is het gewoon een Bondi Sands voor mij. I love it. In de kleur dark. Ik heb ook vaak ultra dark. Die heb ik volgens mij, ja, deze is nou op en ik heb nou Ultra Dark. I love it. De mooie gouden bronzy glow die deze Bondi Sands Foam jou geeft is echt fantastisch. Je hebt een heleboel kleuren, ook licht als je niet gelijk zo extreem bruin wilt zijn. Maar ik ga gewoon altijd voor de meest donkere kleur en het is niet too much ofzo. Ik heb hem nou ook op, maar nou is hij al wel 2 weken vervaagd. Ik heb het 2 weken geleden opgedaan, dus nou is nog maar een heel klein beetje over. Maar jullie hebben genoeg video's gezien van mij waar ik hem net op heb gedaan. En hij geeft echt de mooiste bruine geur. Geen streaks ook.
geen vlekken. Echt fantastisch. Dan heb ik hier mijn NYX Always On Top Setting Spray. Dit is gewoon hun normale matte spray. Maar dan gewoon van hun Netflix lijn. Hun matte en glanzende sprays zijn amazing. Deze sprays van NYX doen echt gewoon wat ze moeten doen. Lekker betaalbaar. En echt, ik raad ze iedereen aan. Ze gaan wel snel op. De fles is klein. Maar volgens mij had ik ook een XL fles of iets gezien. Dus je hebt ze ook in het groot volgens mij. Als ik me goed herinner. Maar de matte is goed. En de glanzende ook. Dus I love it. Jongens, mijn Milk Hydro Grip Primer. Na like 3 jaar is die eindelijk opgegaan. Zoals je kunt zien. Deze heb ik ooit gehaald in Sephora. Een van de beste primers ever. Hij is ook super gehyped. Iedereen vindt hem geweldig. Ik weet ook dat een heleboel mensen hem niet fijn vinden. Daar kan ik gewoon niet bij met mijn hoofd. Want ik vind hem fantastisch. Hij is heel plakkerig. Dus al je make-up blijft er echt goed op zitten. Dit was echt mijn go-to primer. Wanneer ik wist dat mijn make-up echt de hele dag goed moest blijven zitten. Dus deze ga ik zeker weer opnieuw halen als ik weer bij Sephora ben. Nog een concealer die is opgegaan. Best wel veel make-up is opgegaan. Is mijn Morphe concealer. Ik ga niet heel snel door mijn make-up heen. Want ik heb best wel veel. En ik wissel ook best wel vaak af. Ook in verband met mijn video's. Dus vaak als een make-up opgaat, vind ik het ook heel goed. Echter is dit een uitzondering daarop. Het gebeurt niet vaak dat ik iets opmaak wat ik niet heel goed vind. Maar deze van Morphe. Ik heb hem in de kleur C2.15. Hij is niet slecht, maar ook niet heel goed. Ik vind hem een beetje dikker. Hij is een beetje dikkig op de huid. En dat vind ik gewoon niet zo. Dus hij was oké, maar raad ik hem echt aan? Zou ik hem opnieuw halen? Nee. No. Ook van Madara. De Moisturizer. Dit is een mini versie. Officieel is hij voor de normale tot gecombineerde huid. Ik heb een droge huid, maar ik had hem gewoon gehad. Dus ik heb hem ook gewoon zeg maar helemaal opgemaakt. Hij was fijn. Hij is gewoon goed als jij een gecombineerde of normale huid hebt. Hij is gewoon helemaal prima. Van A Boozy Shop heb ik de Jelly Lip Oil. Kijk hoe klein. Deze ging dus heel snel op, want hij is echt heel klein. Deze vond ik heel fijn. Een echte jelly op je lippen. Hij voelt ook echt zo dikkig aan of zo. Het is een hele aparte, hoe het voelt, dus zeg maar. Een hele aparte structuur. Maar ik vind hem echt fijn. I love it. Helaas is hij zo klein. Ik had maar gewild dat ze hem iets groter hebben. Maar deze vind ik echt wel fijn. I love it. Heeft geen kleur of zo. Ook iets wat echt na jaren is opgegaan is mijn Fenty Beauty Foundation. De Ease Drop in de kleur 13. Deze twee heb ik tegelijk gehaald. Dus een aantal jaar terug. En ze zijn ook echt allebei tegelijk opgegaan. Deze is ook echt heel fijn. Het heeft een natural finish en lichte tot medium dekking. En is gewoon ideaal voor alle meiden die niet houden van een heleboel make-up. Van een hele plamuurlaag. Die meer houden gewoon van een natural finish. Natural dekking. Deze gebruikte ik heel vaak. Vooral in de zomer. Naar het strand. Gewoon in de zon. En ook gewoon als ik gewoon voor echt een everyday look ging. Dus deze raad ik ook gewoon zeker aan. Mijn Benefit Professional. Ik overdrijf nu als ik hier echt 5 jaar over heb gedaan ofzo. Deze heb ik zo vaak gebruikt. Ik heb hem al zo lang. Hij gaat zo extreem lang mee. Hij is prijzig, maar hij gaat zo lang mee. Dus in verhouding, ja. Deze is ideaal voor de poriën. Als jij die hebt, raad ik hem zeker aan. Het is een oldie but a goodie. Maar ik vind hem echt geweldig. Breng hem niet aan over je hele gezicht. Echt alleen maar gericht op bepaalde plekken. En dan vind je hem echt fantastisch. Oh, ik heb gewoon hier nog eentje. Ik zei toch dat ik hier hard doorheen ga. Ook van Madara heb ik ook de nachtcreme. Dus dit was een set allebei. Ik heb ze allebei gebruikt. Allebei gewoon fijn. Gewoon prima. Jullie hebben gezien in Spanje dat ik deze lipbalm heb gehaald. Hij is niet bio, maar wel vegan en clean beauty. Naturel producten zijn niet automatisch bio producten. Er is een verschil. Er moet echt bio op staan. Als er geen bio op staat, is het niet biologisch. Als er staat 100% natuurlijk, is het dus niet biologisch. Dus weet dat verschil. Ik vond hem wel heel fijn. Ik heb hem helemaal opgemaakt, zoals je kunt zien. Fijne lipbalm. En last but not least, mijn Dio wimperlijm. Ik krijg heel vaak de vraag, Sarah, welke lijm gebruik jij? Eigenlijk, mijn faves zijn van Huda Beauty en van Queen Tarsi. Maar mijn ogen gaan daar gewoon niet zo goed op. Ze worden helemaal zo dik en geïrriteerd of zo. En ze worden zo rood. Dus er zit daar iets in waar mijn ogen gewoon niet heel goed op gaan. Vind ik wel jammer, want ik vind ze wel heel goed. Maar eentje die gewoon prima werkt en niks doet, is deze van Tuyo. Ik gebruik altijd de zwarte. En dan ook met een gouache. Ik heb hier ook al een andere, een volle. Mijn ogen gaan hier gewoon echt helemaal prima op. Niks aan de hand. Maken ze niet helemaal rood en opgezwollen. Helemaal niks. Dus ja, dit is mijn plan B. Of ja, mijn plan A nu eigenlijk.
Nou mensen, dit was het dan. Alles wat ik vandaag heb laten zien staat beneden in de beschrijving. Als je dit soort video's leuk vindt, let me know in de reacties, want dan zal ik ze vaker maken. En laat me ook weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. Omdat ik nou nog maar eentje in de week maak, vind ik het wel echt belangrijk dat dan die ene video in de week wel echt is wat jullie willen zien. En niet gewoon zomaar iets. Dus ja, let me know. En zoals altijd hoop ik dat jullie weer hebben genoten van de video. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei!